dit zijn stillevens in een modern jasje gegoten. Ja. Zo gedetailleerd. Komt jouw interesse voor stillevens ook voort uit die werken uit de Gouden Eeuw, hè, van Klaas, Zoon en zo? Ja. Ja, vertel. Ja, ik ben eigenlijk stillevens schilder. Dat doe ik heel mijn leven al, schilder ik al stillevens. Mm-hmm. En in het begin schilderde ik eigenlijk 17e eeuwse stillevens. En ik ben daarmee begonnen door ze gewoon te kopiëren. Mm-hmm. Wat ik wilde, de techniek leren, ja. De opvattingen die men toen hanteerde om het schilderij te maken. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, want ik zie inderdaad ook dingen, net als insectjes. Ja. He, fruit, he, dingen van de vergankelijkheid, het dode vliegje, zie ik liggen. Ja. Dus dat boeide mij enorm. Nou, dus ik ben begonnen met schilderen en ik schilder nu al ruim 35 jaar, stillevens. Mm-hmm. En er zit een hele duidelijke lijn in. Dus vanuit die 17e eeuw ben ik doorgegroeid. Mm-hmm. Ik ben de 17e eeuw natuurlijk. Toen kwam ik later achter en dacht, ja, maar luister even, ik heb nu mijn beheersing van mijn techniek. Ja. Ik heb kennis over het stilleven, mm-hmm. Maar ik leef nu, ja. In deze tijd. Dus toen ben ik gewoon voorwerpen oppakken die ik alle dagen tegenkom. En toen ben ik gaan schetsen en gaan nadenken, van hoe kan ik dat nou boeiend in beeld brengen, door toch de mentaliteit van die 17e eeuw te handhaven, mm-hmm. en de techniek. En daar is dit nu op uitgekomen, in deze serie ben ik nu bezig. Ja, en wat ik dan ook heel leuk vind, is dat Jan Steen, hè, die heeft ook in een van zijn werken het Sinterklaasfeest weergegeven. Ja, dit idee van het Sinterklaasfeest is eigenlijk ontstaan. Ik was in Arnhem en dan zag ik een expositie van Hollandse stillevensschilders, Dick Ket. Daar ben ik nog een fan van, Dick Ket. En die heeft ook een prachtig Sinterklaas stilleven gemaakt. En dat was net toen ik dat zag. Was ook gaande het feit dat Zwarte Piet, dat kan allemaal niet meer, dat het gedoe eromheen. Ja. Dus ik nam dat wel mee naar huis en ik denk, ja, ik wil er iets mee gaan doen. Dus vroeger, toen ik nog klein was, ging ik altijd naar mijn oma en oma met een wekfles. Ja. En ik ging dan kreeg snoep natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dus het is een stukje over mezelf, maar ook een stukje over wat er gaande is met Sinter Piet. Want het is natuurlijk ook gesloten. Ja, gesloten. Dat vind ik zo intrigerend daarin. Heeft dat voor mij wel een betekenis? Ja. Nou, een verdere leuke draad is natuurlijk dat ik hier nog een tekening heb op zolder heb gevonden van mijn dochter, mm-hmm. die nog heel klein was. En toen ben ik gewoon gaan schetsen en toen heb ik dit eerst getekend natuurlijk op het doek. En die spullen had ik al weggezet in mijn atelier en wat ik teken natuurlijk in school naar de waarneming. Mm-hmm. En toen is hij zo ontstaan. Nou, wat ik vind is dat dit schilderij bijvoorbeeld eigenlijk in het Rijksmuseum zou moeten hangen. We kunnen ze over 500 jaar heel veel vertellen hierover. Ik vind het echt prachtig. Dankjewel. Dankjewel.